Ja, dat blijft toch een guitig karretje om te zien. Hè? Dit is de Smart Foto en de vernieuwde variant. Die kun je eenvoudig herkennen aan dit aangepaste front. Andere voorbumper, andere koplampen gekregen. Hier staat natuurlijk vol Smart op. Dit is overigens een speciale uitvoering, de Brabus Edition 1. Pakketje kost, schrik niet, €3.010. Dat is heel veel geld, maar wat krijg je nou allemaal? Nou, een paar van die rode inzetjes. Je krijgt deze leuke wieltjes. Er staat ook het Brabus logo op, zoals je ziet. Weer van die rode strijping. Hier staat heel groot Edition 1 met strijping. Dat ziet er allemaal wel best leuk uit. En aan de achterkant, daar past dan Smart een leuke diffuser toe. Ook met een soort van ja, rode bies. Ziet er allemaal heel erg sportief uit. Maar ja, het kost dus wel dik €3.000. En deze auto, dit is een elektrische auto, want Smart levert nog alleen maar elektrische auto's. En die Fortwo, de EQ42, zoals die volmondig heet, die is al niet goedkoop. Namelijk €23.995. Dat is dan de coupé variant, zoals die hier staat. Kies je de cabrio, dan betaal je al €26.995. Best veel geld. Even de specs. 17,6 kWh accupakket. Range van ongeveer 155 km. Prima autootje. Hartstikke leuk. En let ook even op die draaicirkel. Zal ik nu eventjes demonstreren. Maar goed, €24.000 dus op €5 na. Maar daar krijg je wel een aantal diensten bij. Want Smart is natuurlijk een urban mobility merk. Het merk richt zich echt puur op stedelijke mobiliteit. En heeft daar ook een aantal leuke apps voor bedacht. Ik heb hier even een telefoon. Dat laat ik eventjes zien. En die app die heet Smart Ready 2. Als je daarop drukt, dan kun je heel veel diensten, of heel veel dingen eigenlijk, controleren van je auto. Hier bijvoorbeeld even je laadstatus. Hij heeft nu nog 99% acculading en daarmee kun je dus nog 153 kilometer rijden. En de auto bevindt zich op ongeveer 6 meter, 5 meter van mij. Nou, dat klopt. Dus die app is vrij nauwkeurig. Je kunt ook de accu-spanning zien en je kan hem ook op slot zetten. Your Smart has been locked. En je ziet het, hij gaat op slot, want de lampen knipperden. En zo kun je hem dus ook weer ontgrendelen. Kijk. Kun je dus allemaal met je telefoon op afstand regelen. Maar er is nog veel meer wat je kan doen. Bijvoorbeeld nabijgelegen parkeerplaatsen zoeken. Druk hier eventjes op. Oké. We zijn nu in Valencia in Spanje. En je kunt dus heel eenvoudig zien waar nog beschikbare parkeerruimte is. Dus dat heeft Smart allemaal al in kaart gebracht voor je. En dat is natuurlijk wel een soort van urban experience die je bij deze auto krijgt. Dat je echt zoveel mogelijk diensten die in de stad zijn kunt gebruiken. En die app heeft nog meer. Je kan bijvoorbeeld de auto delen met vrienden, familie en collega's. Dus gewoon heel simpel. Je geeft als het ware toegang op afstand dat iemand die auto kan gebruiken. Bijvoorbeeld kan ook je zoon zijn of je dochter. Die auto kun je aan heel veel mensen uitlenen. Uiteraard moet je die mensen wel vertrouwen. Dat dadelijk helemaal aan jou over aan wie je die auto uitleent. Maar dat het mogelijk is, ja, dat staat buiten kijf. En je kan hem ook, stel dat hij gestolen is, dan kun je ook nog eventjes theft recovery doen. En dan kun je hem eventueel terugvinden. Maar je kan ook een geofence, zoals dat mooi heet, inschakelen. En met geofence bedoel ik eigenlijk een soort van straal waarbinnen die auto moet blijven. Gaat die auto daar buiten, dan krijg je een waarschuwing op je telefoon. Maar goed, ja, die Smart Fortwo dus. Leverbaar vanaf €23.995. Hij heeft ook nog een groter broertje. Dat is de Smart EQ 44. Kijk daarvoor even de andere video op dit YouTube-kanaal, want die hebben we ook uitgebreid gereden. Maar wil je nou meer weten over deze vernieuwde Smart EQ 42 Coupé? De cabrio hebben we ook gereden, alleen nu even de 42 Coupé. Check gewoon het complete verhaal op autorij.nl en druk ook even op die abonneerknop van ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video.